De perspectieven voor Suriname en Alcoa zijn hoopvol. De gemeenschappelijkheid van belangen tussen Suriname en Alcoa is gevonden in de continuering van de bauxietindustrie in ons land. Hiertoe zou met name de pakhuisafzetting naar schatting 300 miljoen metrieke ton groot zijn en goed zijn voor 80 jaar op basis van 1,5 miljoen ton alleen aardeproductie per jaar. Andere bauxietafzettingen in Suriname zouden de sector nog langer in leven kunnen houden. Suriname en de Alcoa zijn reeds met elkaar over eens in een draft MOU. Een industrie te kunnen ontwikkelen tussen Alcoa en Suriname, Suriname en Alcoa, in Suriname, met een investering van circa 3 miljard Amerikaanse dollars. 3 miljard US dollars. Een nieuwe industrie die langdurig kan concurreren en vooral groter en sterker zal zijn. Hiertoe zal een nieuwe en aan de tijd en eisen aangepast en solide basis gelegd worden. De Alcoa zal de Parmraffinaderij op 30 november sluiten, doch zijn verplichtingen jegens haar werknemers en gepensioneerden nakomen. Ook zal de Suralco zijn milieuverplichtingen nakomen volgens de evaluaties alsmede algemene plannen die eerder met de Surinaamse overheid besproken zijn. Voort zal de raffinaderij ontmanteld worden en de locatie gesaneerd worden op een wijze die verder industrieel gebruik mogelijk maakt. Bijvoorbeeld als locatie voor een nieuwe bakhuisraffinaderij. Ook zullen Suriname en de Alcoa investeerders aantrekken om deze projecten te realiseren en wel binnen 2 jaar. Kosten voor engineering en studies zullen geheel door de Alcoa gedekt worden. Uitgegaan wordt van het opzetten van een raffinaderij met een aanvankelijke capaciteit van 1,5 miljoen ton alleen per jaar, met de optie tot uitbreiding naar 3 miljoen ton productie per jaar. Nagegaan zal worden welke locatie voor de nieuw op te zetten moderne raffinaderij de beste zal zijn, waaronder de Paraname locatie versus een locatie in het westen van Suriname. De energieprijzen voor geleverde stroom vanuit Afobakka zullen tot en met 31 december 2019 gestabiliseerd worden. Alle stroom boven de 80 megawatt die per maand aan de overheid wordt geleverd, wordt verkocht tegen een vaste prijs van 4,9 dollar cent per kilowattuur. Alcoa zal de achterstallige betalingen van de overheid over 2014-2015 kwijtschelden op 4,8 miljoen US dollar na, welke in 48 termijnen betaald zullen worden. Gelet op de geest van de samenwerking zullen Suriname en de Alcoa ermee instemmen de Brukkopondo overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en de overdracht van de waterkrachtcentrale te Afobakka aan Suriname te effectueren op 31 december 2019. Vanaf die datum zullen wij volledige eigenaar van de Afobakka waterkrachtcentrale zijn.